Hey gasten, dit is FIFA Experience. Leuk dat jullie allemaal weer kijken. Vandaag een nieuwe aflevering FIFA Ultimate Team World Cup. En vandaag gaan we niet Nederland-België, maar Nederland-Duitsland. En dit is het team wat we hebben gemaakt. Op doel hebben we Adler, dat is onze beste keeper. Van Nederland hebben we natuurlijk alleen Vermeer en Zoet. Zijn niet zo heel goed en Adler is nog 82 algemeen. Centraal hebben we Vlaar en Badstuber. Laatste wedstrijd, als je de compilatie hebt gezien, hebben we met Boateng rood gepakt. Dus helaas moeten we even Badstuber erin zetten. Linksback hebben we Blind, rechtsback Janmaat. Op het middenveld Götze, Özil en Schweinsteiger. Allemaal Duitsers omdat die gewoon zo sterk zijn. Linksvoor natuurlijk Memphis Depay, speelt altijd hartstikke goed. In de spits Huntelaar, 86 algemeen. En rechtsbuiten hebben we dan rechtsmid Sam, die ook wel altijd goed speelt. En manager natuurlijk Louis van Gaal, dus dit is ons team. Hiermee gaan we spelen. Jullie gaan nu de groepsfase zien. Oké, dat is dus de groepsfase. Helaas waren we net aan tweede geworden. We wilden natuurlijk graag eerste worden, maar die laatste wedstrijd zaten we niet 100% erop. Nu even pak ze openen. Mora, hebben we die al? Ja, dan kan die weg. Laten we hopen dat we nog even een nieuwe goede speler krijgen ofzo. Liefst natuurlijk een Robben, maar ja, dat zeg ik elke aflevering volgens mij. Maar ik hoop gewoon op space die we nog niet hebben. Dit is Dominguez, die hebben we al. Dan gaan we naar het laatste. We hebben niet zo heel veel coins, 4500. Dus we kunnen daar net geen pakje mee kopen. Dus daar wachten we nog even mee. Misschien volgende wedstrijd krijgen we natuurlijk coins en dan kunnen we weer een pakje kopen. En dit is Schaars. Ah, wel een Nederlander, maar die hebben we al. Dus die kan gelijk weg. En dan gaan we nu de laatste sessie spelen. Oké, even kijken wat voor team die heeft. 88 algemeen, dat is aardig goed. Teamgeest 100, 4-1-2-2 speelt hij. Even kijken welke spelers hij allemaal heeft. Waarschijnlijk hartstikke goeie. Klose, Benzema, Sneijder, Royce, Müller, Schweinsteiger, Kompany, Hummels, Abate, Vertonghen en Neuer. Ofwel allemaal prima spelers. Maar wij gaan ons gewoon ons best doen. Let's go. Oké, goede rennen aan de keeper. We worden gelijk al een beetje onder druk gezet, maar het is nog het begin van de wedstrijd, dus kan voor alles gebeuren. Deze corner in ieder geval even wegknallen. Goalkeeper eruit. Nee. Ah, nu al 1-0 achter door Miroslav Klose. Het gaat nog niet echt goed. Jezus, bijna een eigen goal door Ronflaar. Dan maar nog een corner. Oh, het is achterbal zelfs. Dus was het niet de Ronflaar. Die won nog ineens het kopduel.
Ja, scheids, what the fuck. Dus gewoon penalty, ja precies, mooi. Depay deed het heel slim, randje 16, Hummels was gewoon dom, die zat te duwen. Nu moet alleen de penalty nog weer ingaan. Kom op, Schweinsteiger. Ja hoor, come on, 1-1 staat het weer, deze hadden we even nodig. Geniaal gedaan door Memphis Depay. Krijg eigenlijk gewoon een gratis penalty, want we konden natuurlijk helemaal van niks creëren. Daarvan uit, maar prima. Janmaat, wat beter van mijn goal zeg. Op tegenaan jongens. Oké, goede rennen aan de keeper. Op Winter. Open op Sam. Sam gaat naar binnen, schiet met zijn linker. Ja hoor. Sam die kan natuurlijk heeft een prima linkerbeen. Want hij is namelijk links. Kan hij altijd goed naar binnen gaan. En nu doet hij dat weer. Schiet hij hem goed in de verre hoek. 2-1, we gaan weer aan de leiding. Oh shit, we gaan closen. 2 tegen 2. Goalkeeper? Ja, goed. Oh, hij heeft die bal in ieder geval nog vast. Gelukkig maar. Oké, nou we gaan rusten. Het staat 2-1. We kwamen even 1-0 achter. Was even schrikken, maar we hebben het weer omgezet. Natuurlijk dankzij de penalty. Die hebben we echt mooi meegekregen. Dus scheidsrechter helpt ons. Dat is altijd een goed teken. Oké, cornertje. Van een ingooi naar een corner, van een corner naar een goal misschien. Denk het niet. Nou, misschien Gutsen. Gutsen schiet. Oeh, nog aardig geschoten. Nee joh, dat kan niet. Adler die heeft veel ballenklem. Zeker die afstandsschoten, dus dat is wel goed. Goed teken. Oeh. Er zat nog een gekke curve aan, dat hij van richting werd veranderd. Oké, weer een corner overleven, kom op. Oké, Adler zat eraan, wordt teruggelegd. Adler, nee, gelukkig naast, oké. Corner is altijd gevaarlijk, maar tot nu toe doet Adler het goed. Keeper. Ah, jezus, Adler zat er echt heel slecht bij. Ja, close. Ja, gelijk vanaf de vrije trap werd gelijk teruggekopt. Krijgen we gelijk een aanval door en dan gaat hij zo erin. Ja, gaat hij nog een keer schieten met Kloos. Nu gelukkig niet erin, maar ik weet het niet meer. We zijn een beetje de weg kwijt. Kom op, Huntelaar. Huntelaar. Oh ja hoor, wat een goal. Godverdomme zeg, Klaas-Jan Huntelaar. Neemt hem aan en schiet hem even keihard in de verre hoek. Ik dacht eigenlijk of de keeper zit eraan of hij gaat naast, maar hij ging binnenkant paal. Heerlijke goal. Hier eerst stiftje van Sam. Boom. Goal. Heerlijk. Klaas-Jan Huntelaar upgrade 86 algemeen. Echt een hele goede spits. Kloes, die rent alleen maar de hoek in. Nee. Oké, gelukkig. Deze schoot hij niet zo heel goed. Ja, mooie paas. Huntelaar. 1 op 1. Huntelaar met een lopje. Ah, Noyer zat nog aan. Memphis gaat even door. Voorzet. Sam terug naar Huntelaar. Huntelaar kopt. Ja hoor. 4-2. Ah nee, buitenspel. Jammer. Ik dacht even, dit is het definitieve. Maar we moeten nog even door. Scheidsrechter. Yes. Oké, nou we zijn door. Het was een lastige wedstrijd. Maar uiteindelijk zijn wij toch de winnaar. 3-2. Mooi. We gaan door naar de kwartfinale. Nice. Oké, we hebben nog even 1 spelerpakket. En 5k hebben we nu, dus we gaan ook nog even een 5k pakket openen. Laten we hopen dat daar iets goeds in zit. Eerst even een 1 speler pakket. Ik denk dat we hem al dubbel hebben, maar je weet maar nooit. Laten we hopen dat ik het verkeerd heb. Het is een langraak, nee. Ook nog eens een onbekende keeper, tenminste hij speelt bij Australië. Nou, kom op, laten we hier dan wel even een nieuwe speler bij hebben. En laten we hopen op een keer op een goede. Iemand die ons team kan versterken zou natuurlijk altijd chill zijn. We shall see. En we hebben Stekelenburg. En Zabaleta, goede rechtsback voor Argentinië. Leuk dat we Stekelenburg hebben. Tot nu toe onze beste keeper van Nederland. Maar ja, ik weet niet of hij gaat spelen. Daar moeten we even nog over nadenken. Want we hebben natuurlijk Adler op doel. 82 algemeen is ook prima. Dat zullen we wel zien. LM naar LB is wat waard. Oké, dat was het dus voor deze aflevering. 3-2 gewonnen. We gaan door naar de kwartfinale. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden.
Als je het leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Dan zien we je de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Later.